Welkom bij Doe-het-zelf ideeën. Vandaag gaan we een bloem maken. Je ziet het hier al, de bloem heeft een heel speciaal kleureneffect in de blaadjes. Ik vind het een heel leuk project. Ik hoop dat jullie het ook leuk zullen vinden. Wat heb je ervoor nodig? Je hebt klei nodig in verschillende kleuren. Ik ga Play-Doh klei gebruiken, maar we hebben ook video's waarin we zelf klei maken. Dan heb je een lang stokje nodig en een paar kleinere saté-stokjes. Ik begin met 3 stukken van mijn klei, dus 1 stuk voor elke kleur, en die kneed ik dan door elkaar. Dan vorm ik er een bolletje van. En van dat bolletje maak ik een soort worstje, een kort dik worstje. Je hebt ook een mes nodig. Dat gebruik je om dan voorzichtig stukjes van je worstje te snijden. Die moeten ongeveer even dik blijven. Dan maak je de stukjes die je hebt afgesneden weer wat rond. Want door het snijden worden ze automatisch platgedrukt. Dat stukje is te klein. Ik heb nu 7 cirkeltjes. Eentje gaat in het midden en de andere cirkels komen er dan rond. Dat worden de bloemblaadjes. Ik denk dat jullie het al zien. Dan krijg je een bloem. De rest van de klei, die ga ik dan weer goed doorkneden. Als je geen klei over hebt, dan kan je gewoon een ander stukje klei gebruiken. Dat moet geen verschillende kleuren hebben, dus je kan klei van 1 enkele kleur gebruiken. Dat overgebleven of extra stukje klei, dat druk je plat en dan breng je dat aan op de achterkant van je bloem. Dat gaat dan alle delen van je bloem samenhouden. Draai dan je bloem om. En dan moeten alle blaadjes aan het hart van de bloem vastzitten. Je gaat misschien nog wel even moeten drukken. Het houten stokje steek je dan in de bloem. Laat dan de klei een tijdje drogen en heb je een heel erg leuke decoratieve bloem. Wat je ook kan doen, is tandenstokers in de verschillende bloemblaadjes steken tot aan het midden. Dat doe je als de klei nog niet droog is. Zo wordt je bloem nog een stuk stabieler en gaat die zeker niet uit elkaar vallen. En laat dan nu de bloem drogen. Mijn bonte bloem is helemaal af. Als je wil, kan je het stokje er ook uithalen en dan kan je je bloem gewoon ergens plat neerleggen. Je kan er van alles mee doen en je kan ook bloemen in verschillende kleuren maken. Laat me bij de reacties weten wat jullie van het project vonden en geef me een thumbs up als je de video goed vond. Vergeet je niet te abonneren op het kanaal en de andere video's te bekijken en hoop ik jullie terug te zien bij een volgende video van Doe-het-zelf ideeën.